Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Scarlet and Violet Surprise Cage Lock. Op dit moment gaat Nandowing de Claw verslaan, de big ass Claw boy. Lekker, meneer. En dan wordt het cage matching, maar laten we eerst hopen dat hij de Claw boy kan gaan verslaan. Ja, dat wordt me wat. Dat ding kan nog aardig sterk zijn, helaas. Helaas, ding. Ja. Nou, mijn idee is, ik gebruik fake tears. Kijk hoeveel dit doet. Oh ja, hij loopt vast bij jou. Oh ja, nu niet meer. Kijk, ik zie het nu weer. Gaat het special omlaag en dan disarming voice. Je kan dat is niet prima. Escaping. Dat is prima, dat maakt niet uit, ding. Oh, easy winning. Easy winning. Kijk. Anger Shell. Oh shit. Maar goed, het stopt hier. Toch? Dat hoop ik voor je. Oh, niet? Anders wordt het huiling met de pad op. Oh. Oh jee. Wauw, echt zo'n klein gedeelte van die HP-balk. Nou zeg. Kijken, ja, ik denk super. En een normale. Tch, niet normaal meer dit. Dit is niet normaal meer. Nou, ik heb dan de mazzel dat ik nu met een Shellder moet vechten. Dus die gaat al het werk doen. Hopelijk. Ja, dit is gewoon pijnlijk dat je hiernaar moet kijken. Terwijl je cutscene uit hebt staan. Dat is inderdaad heel sad. Maar hij eet wel zo'n lekkere Herb Mystikain. Lekker. Skipping door de dialoging. Dat is dialogisch. Maar echt. Zo. Oké. Okay. Dan gaan we gewoon eigenlijk precies hetzelfde doen. Fake tears. Tenzij die sneller is. Nope, oké. Okay. Jezus. Oké, okay, dit is handig. Dit is wat minder, maar... Zo. Nu... En nu zou ik dan Paupus meer damage moeten doen. En de Shellder ook. Bro, why? Why, 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 why? Holtse flotse! Oké, okay, het probleem een is... Een schelp. Ja, dat... Kijk, ik denk misschien dat ik moet terrestrializen. Ik denk dan 100% resist ik in ieder geval de Rock Smash. Als hij daarvoor gaat. En mijn Fairy type moves doet meer. Ja, dan kill je hem als het goed is. Goed idee. Mhm. Daar komt ie. Oh, oké, okay, het is klaar. Ja, het is gewoon klaar. Kijk, hop. Oei. Zo. Dan kom ik nog eventjes. Hoppatee, Jeremiris! Helemaal naar de tyfus. Lekker in. Naar de tyfus in. Hoppatee. Nou, dan moeten we nog een half uur naar de cutscene gaan kijken. Maar je hebt cutscenes uitstaan. Oh ja, dat is waar. Never mind. Cutting the scene. Mhm. Feening the cut. Feening the cutting. But these Titan Pokemon. Pokemonings. Ik wou dat ik een snack had waarbij ik dan niet vieze vingers zou krijgen. Ik heb alleen nog maar chips hier liggen en van die rijstwafels. Dan moet je chips eten met stokjes. Met Chinese stokjes. Ja. Ik kan dat wel. Ja.
Daarom. Het was ook geen grapje. Het was serieus. Serieus. Gamerboys doen dat. Serious thing? Ja, serious smart thing. Of met een lepel, dat heb ik ook wel eens gezien. Maar dan vind ik met Chinese tokjes slimmer. Waarom is het smart building? Ja, het duurt lang. Serious requesting? Oh nee, hij is kapotting. Nee, hij is niet kapotting. Het duurt gewoon denk ik heel lang, omdat je zoveel cutscenes achter elkaar hebt. En dan krijg je nu ineens pudup. Nou ja, autosave staat aan, dus... Nou, het is wel bijzonder dat het zo lang duurt. Ja. Hoe lang duurt het bij jou? Nou, ik denk dat ik al klaar was inmiddels. Nou, kijken. Ja, ik kan wel gewoon home. Goed gemaakt, spelling. Maar echt. En dit is nog een van die nieuwe switches ook, hè? Dit is die Scarlet Violet Edition. OLED-ing. Die OLED. Jee. Duurt te lang. We staan hier al, ik heb al een tijdje. Maar echt. Ik zit hier al een tijdje. Nou, dat duurt wel. ik durf hem ook niet af te sluiten. Wat is wijsheid? Ja, ik denk dat je niet zoveel keuze hebt, zeg maar. Moet ik hem gewoon weer opnieuw opstarten? Het kan ook nooit eens normaal in gaan, hè? Altijd moeten we... Wacht, als ik hem nou even uit de dock haal. Kijken. Nee, dat is ook gewoon zwart beeld. Kijk, weer terug in de dock. Plop. Hallo, plop. Nou, ja, zeg het maar, Milan. Wat wil je doen? Ik zou gewoon even opnieuw, opstarten. Oké. Nou. Kut, nu ben ik gedoxt. Wist je dat doxen nu vanaf gisteren strafbaar is? En hoe werkt doxen ook alweer? Dat je iemand... Iemand anders zijn adres online gooit. Of laat zien. Start ik weer helemaal bij gym 1. Nou, dat zal het niet zijn. Maar... Kijken. De game vindt het niet zo leuk, blijkbaar. Wat een kutspel. Sowieso autosafety wel. 2 HP. Ik ben wel een beetje in de warring. Oh, hij is hier gewoon hier beneden. Je hebt de eerste battle al gedaan. Je oh, dit is gewoon... Wigglytuff, Oké, dit is gewoon na die eerste battle, oké. Okay. Ja. Nou, misschien was het probleem dat ik ging terrestrializen. Laten we het dit keer niet doen en dan kijken wat er dan gebeurt. Ja, je moet gewoon kunnen terrestrializen. Dit is toch wel echt frappant, hoor. Dit moet gewoon niet kunnen. Die game die is nu dik een jaar oud. Ik wil even een boos mailtje sturen naar Game Freak. Lekkering, let's go in. Oké, nou, dan gaan we nu de eerste beurt terrestrializen. Fake tears. Echt zo blij dat ik vakantie heb deze week. Heb je weer vakantie? Ja, dat zijn mijn werkgever ook al. Ja, ik heb het gewoon verspreid over 4 maanden. Nou, moet gewoon kunnen. Precies, moet gewoon kunnen.
Ja, zij was er niet zo blij mee. Ja. Ja, dat... ja, it is what it is. Oké, okay, doe alsjeblieft Watergun. Juist. Hoppa, kijk. Crit. Misschien had hij geen crit moeten doen, dan deed het nog meer. Rock Tomb. Mooi, want dan gaat mijn special attack omhoog. En dan is het nu klaar. Wauw, dat is echt nutteloos. Zie je dit? Ja, die live deal. Ja. Oké, okay, het doet ook gewoon bij mij, oké. Okay. Als live do alleen maar bij jezelf deed, nou. Kijk. Dat was de bitch tits. Zo, dat was de bitch tits. Nu ging het veel makkelijker dan de vorige keer, vind ik. Ja. Nu hopen dat hij het ook gewoon doet zometeen. Ja. Dit keer niet vastlopen game. Precies. Ja, als het meer dan 30 seconden duurt, dan... You got it in. Kom op, switching. You can do this. Oké, okay, ik ga gewoon niet op aandrukken zometeen als hij begint. Kijk. We willen die gates match doen in de tweede in. Kom op, you got it game, you got it game. You got it in. You got it. Oh, ja, yeah. Doe het. Kabooming. Dan gaan we zo'n case match doen en dan mogen we daarna weer Pokémon Inks. Gaan we zo'n case match doen? Ja, we gaan een case match doen. Case match met case van de spek. Cheese from the baconing, cheese inderdaad. Cheese from the baconing. Dit is wel leuk, je hebt gewoon 18 cage matches in deze serie. Dat is toch leuk? Zeg dat Welling. Heinrich Welling. Heinrich Welling. Beertje Wellington. Dat kan ook, ja. Moest jij dit ook aanzien? Ja. Maar ik heb niet echt gekeken. Ik heb alleen maar naar jouw scherm gekeken toen ik op A drukte. Oh, oké. Okay. Nou, kijk eens op T. Nou. Stonycliff Tiding Defeating. Stonycliff Bench. Obtaining. Dan krijgen we dat hele lange gezeur. Echt, hè? Upskeeding. Upskeeding gaming. We moeten cage match doen, ing. Echt, ing. Skeet nou op, ing. Pot for dreaming. Doublings. Maar echt. Kijken. Hoe de fuck ga ik die sweets fixen? Kijk, je moet dan ruilen. Hé hey Harry, wil jij ruilen? Wil jij ruilen? Ik heb een... Agias! Agias. Je kan nu dashing, kabooming, dashing through the snow. No, en een was op een slee. Nee, on a Mihiraidon. Oh ja, dat klinkt wel wat logischer inderdaad. Wow, that's pretty good. Oeh, very good, very nice. Kijk hoor. Very good, very nice. Swying. Lekkerie. Harvin is swying. Mm-hmm. Oeh, in Pokémon Go kan je vanaf 6 januari je Rockruff evolueren in Duskvorm, like een rock. Heel ziek, hè? Heel ziek. Dat heeft tantoelaning geduurd. Even kijken, wat hebben we nog nieuwe mons voor de rest? Nou, weerdeer heb ik al. Weet je nog dat ik jou een paar afleveringen geleden vroeg? Hoeveel, of iets over een tweede dok of zo? Ja, je ging een tweede dok halen. Ik heb dus een pocket dok gekocht voor 20 euro of zo, zoiets. 20 mm-hmm. 30 euro. Ja. Dat is een heel klein dingetje waar je hem gewoon in kan zetten. HDMI-kabel erin en hij doet het op tv. Oh, ja, zo kan ideaal, het ook. Denk ik. Ja. Wel... En, toen vroeg ik van, bestaan er splitters voor HDMI-kabels? Mm-hmm. Dus ik heb nu twee mini HDMI-kabels van 20 centimeter gekocht. Wauw. En dan kan ik hem gewoon lekker verlenging en dan heb ik partying. En dan kan ik gewoon makkelijk switchen tussen mijn PC en tussen mijn tv zonder dat ik die hele dock om moet gooien. Dat is wel echt super nice. Gaat dan naar de Poke Portaling. Ja, ik ben verbonding met de internet. Ja, ik ben verbonding. Oké. Okay.
Dat is wel echt dan too nice. Oh, ik heb dezelfde code als net nog. Ja, die van mij die is weg, omdat ik moest resetten, dus. Even kijken, ach, ik neem die van jou over. Oh, altijd met die stomme 4. Oké, 9 en dan 9 en dan 4, 3, 18. Oké, ik heb jouw beeldscherm naar beneden gedaan. Ja, ik ook. Oké, dames en heren. Oh shit. Dames en heren, het is tijd voor duel nummer 2. Duel. Even voor de mensen hun duidelijkheid. Ik heb Quillfish al een keer gebruikt. Mocht ik nou voor Quillfish gaan, dan mag ik die dus nooit meer gebruiken. Behalve in de allerlaatste cage match. De 6v6, zeg maar, naar de champion. Ja. En dat noemen ze een keuze. Ja, en die keuze die is reuze. Maar echt. Ik zou het wel kunnen doen om een revive te kunnen geven, bijvoorbeeld. Of health items. Op dit moment kan die alleen nog maar TM'tjes leren. Ja. Even kijken, waar gaan we voor? Ik heb mijn keuze gemaakt. Dat was snelling. Ja, ik had er een tijdje om over na te denken. Ik denk oprecht dat dit mijn beste keuze is. Ja, ik denk dat dit de beste is. Oké. Nou, mogen de beste winnen. Ik denk oprecht dat ik ga verliezen dit. Ik ben heel erg benieuwd voor welke Pokémon je hebt gekozen. Ja, ik ook. Oeh. Oh, dat had ik echt niet verwacht. Ik dacht, je kiest wel een van je fairy Pokémon. Nee, omdat die je hebt echt een goede resist tegen die fairy mons die ik heb. Oké, nou. Oké, dat is een goede set. Het vervelende is, ik heb niks wat... Oh, dit ga jij makkelijk winnen. Ja. Kijk, PD. Ik verwacht al eigenlijk Metal Claw. Maar daarom dacht ja, ik ook... Ja, dat heeft hij nog niet. Oké. Maar ik dacht van, als jij toch geen fairy aanval op mij kan doen, misschien dat ik dan een heel eind kom, maar het valt vies tegen. Mm-hmm. Oké, dan staat het weer 2-1 voor jou. Wacht eventjes, hè. Ja. Want jouw ding is level 13. Oh. Huh? Maar hij zou toch level 50 moeten zijn? Dat lijkt mij van wel. Maar misschien dat het toch niet... Dat toch niet werkt. Omdat ik de bovenste rules heb gekozen. Maar misschien moet ik dan wel rules hebben waar je toch level 50 voor... Ja, oké. Okay. Even kijken. With different rules. Ja. Gebruik gewoon dezelfde Pokémon, ja? Ja, dat is prima. Maar dan vraag ik me af, was dat ook met die... Nou ja, dat maakt het toch niet meer uit, maar... Kijken. De kans is groot dat dat toen ook was, ja. Ik denk dat we de tweede optie normal rules zien. Ja. Dan wordt alles set all to level 50 en alles is allowed. Oké, dan doen we die gewoon. Dat, dat is wel belangrijk, ja. Mm-hmm. Oké, gaan we het nog een keer... Ik denk dat je alsnog wint, maar dan nog. Dan hebben we het in ieder geval gedaan zoals ik dacht dat het zou... Ja, zoals het hoort in ieder geval. Ja. Oké, enter, done. Ik keek er eerst niet naar en toen zag ik ineens, toen je feinte level 13, dacht ik, dat klopt niet. Nee. Milan versus Licorice. Nu kan het ook zijn dat je wat meer damage doet, want nu zijn we een beetje gelijk getrokken. Ja. Er zat toch wel echt een level verschil ertussen. Kijk, op T. Kijk, dat doet wel iets meer dan dat het net deed. Precies. Kijk, nu klopt het gewoon. En misschien dat je crit luck krijgt. Dat zou ook. Dat zou mooi zijn. Kijk, jij doet nu ook minder damage. Ja, precies. Zie je dat? Mm-hmm. Dus dit klopt wel. Wow. Oh, kut. Maar ja. Dit is in ieder geval beter zo. Ja, ja. Welk nummer heb jij gekozen?
Gym Battle. Ah, oké. Okay. Ja, ik heb de Team Star theme. Ah. Betalen! Oh, dat doet er helemaal niks. Heb je gezien welke move ik steeds doe? Ja, Breaking Swipe, toch? Ja, dat verlaagt je attack. Ah, vandaar. Oké, okay, Cyclostar heeft de cage match gewonnen. Ja. Welke ding kies je? Eerlijk? Ik denk dat ik voor een revive kies. Oké. Okay. Ik denk dat... Ja, oké, okay, slim. Ik denk qua TM's... Ja, je hebt er wel wat ertussen zitten. Maar ik denk voor een Cyclostar... Wat hij leert is al prima genoeg. Oké, okay, nou dan wordt het weer een nieuwe teampie fixing. Dat is het leukste. Am I right? Dat is zeker het leukste. Okay. Ik kan er wel van genieten. Ja, goed, dan pak ik weer het scherm erbij. Oh, je bent al gelijk begonnen, lekker. Oh, ik had de Master Ball inderdaad wel gefixt. Oh, die heb je wel, oké, okay, nice. Ja. Mooi, wow, Jungoos, hoe durf jij? Wow. Maar echt. Roek die. Get in the ball. You get in the ball. Vuile gore. Kijk, hopelijk killt dit niet. Oké, okay, mooi. Nou zeg. Dan gebruiken we... wat is dit? De lower the level. Nou, level 14 is best wel laag, toch? Op zich. Nestbal? Ja. Oh, wacht. Ik kan trouwens, mag jouw scherm weer bekijken trouwens. Ja. Let's give it forgetting. Maakt niet uit, ding. Kan gebeuren. Inderdaad. Dan kunnen we weer met elkaar meekijken. Oeh, even kijken. Ik denk dit ding. De mushroom Pokémon. Hey, een critical capture. Wat? Wat zeggen we dan? Heel ziek. Mudshot. Oh god. Ja, maar pot for Drina, Klee. Nu kan ik geen move doen, want dat kill ik je. Dat wil ik niet, ding. We don't want to be killing. Inderdaad, ding. Just get in the ball. You get in the ball, ding. Deze palm hier gaat even in mijn pokeball, ding. Gaat in de pokeball, ding. You're a Cyclostar. Maat, wat is dit voor een tyfus Pokémon? Nog beter gezegd, tyfusing! Tyfusing Pokémon. Hier, jongen, vuile, gore, vuile rat. Het is ook wel een vuile rat. Hè? Ik vind het ook wel een vuile rat. Hier, de Pokéballing op die vuile... Als ik hem zou krijgen straks, zou ik gewoon tevreden zijn, hoor, maar... Mm-hmm. Alleen dan is het evolueren heel kut. Ja, je moet ermee gaan lopen. Ja. Dat is een wel... muis. Oh, het is een muis. Het is geen rat. Ik vind het een muis. Ik vind het een rat, bedoel ik. Never mind. Ik stop met me praten. Ik vind hem een stuk ongedierte. Precies. Ja, toch, hè? Oké. Dan gaan we ruiling. En van ruiling komt deze keer geen huiling. Inderdaad. Oh, dat is trouwens slim. Als je dan de mon verliest, dan kan je die gelijk wonder treden. Precies, ik ben een smarty pantsing. Kijk, dat is een recycling. Precies. Recyclosaring. Recyclosaring in die ding. Oh ja, ik moet die kant op voor de... Maar dit was weer een supersnelle surprise trade. Niet normaal. Wauw. Dat is hoe het hoort. Young Goose gaat gone. Young Goose is gone. En dan krijgen wij een... Eevee, dat zou ik heel nice vinden. Oeh.
Weet je wat ik dat zou vinden? Nicing? On the cake. On the cake. Ik ben benieuwd. Even kijken. Oh, dat is een setting. Het had wel echt gekund. Ik had het ook wel leuk gevonden. Misschien dat hij later nog een keer langskomt. Oh, ik heb precies hetzelfde met die fucking Young Goose. Vuile Young Goose. Young Goose is echt een mijn arch nemesis aan het worden deze serie. Wow, duurt deze aflevering alweer zo lang? Holy shit. Oh damn. Nou, ik wil nog wel even ons teampje afmaken. Ja. En pas als het team completing is, dan is het feest. Zoals het nooit is geweest. Precies. Oké, Young Goose is binnen. Kun je? Dan ga ik... Deze skidoo heeft aan je. Ja, die wilde even aandacht. Ik wil geen aandachtgeving. Thieving, lekker roping. Precies, ding. Een Mimikyu. Oeh. Het zou mooi zijn als het een gebreede Mimikyu is. Zeker. En het zou dan zou ik een zeer poging vinden. Het zou een goede aanwinst zijn. Zeker. Ook een type combo die ik nog niet heb, dus zeer nice. Even kijken. Mimic you, mimic me, mimic everybody. Level 31. Dat is het. Het was zelfs een Italiaanse Mimikyu. Poepedi papedi. Poepedi papi. Een spaghetti Mimikyu. Wow. Even een training partner in zoeking. Wij hebben met elkaar getraind. Ja. Dat zou ik wel heel grappig vinden. Dat zomaar gekund. En dan is het zometeen ook zo. Oké, ik heb een greepbal. Jij gaat naar Josh. Ah. Een pokeball in. Oeh, een Quagsire, die is te sterk. Oh ja, Cleavor. Cleavor, ja. Dat, ja, tenzij... Nee, wacht, dan zou die in zo'n strange ball zitten. Strange ball? Ja, als je iets uit Let's Go of nee, uit Legends ruilt. Oh! Dan zit het. Oh, perfect. Oké. Nou, ik wil je nog de keuze geven om hem te ruilen als je dat wil, maar. Nee, ik hou Bob wel even. Misschien dat ik hem niet meteen in mijn team doe, omdat ik al twee water Pokémon's heb. Maar als hij dan straks de tweede gym heeft verslagen, dan. In die derde komt hij goed van pas. Precies. Oei, kijken wat er nu... Eevee in een moonball. Oeh, dat zou heel nice zijn. Dan denk ik dat hij gebreed is. Oprecht, ik denk dat deze gebreed is. Nice, dan moet je er wel een Umbreon van maken eigenlijk, hè? Au! Oeh, een Oshawott in... Oh, een hele vage bal. Ja. Het is een, ook een moonball. Ja. Nice. En deze Oshawott, weer een waterpop. Dat is wel een beetje kut. Wel level 1, dus hij is er wel voor mij. En hij heeft Aqua Quarter. Is alleen, alleen volgens mij de ability is een beetje... Als hij sharpness had. Ik weet niet of hij sharpness krijgt trouwens. Kijk, want ik weet... Samurott die heeft wel sharpness. Ik heb in ieder geval genoeg waterpokken, man. Ja, je kan erin zwemmen, letterlijk in zwemmen. Yeah. In de water Pokémon. Kijken. Rowlet. Rowlet. Oké, okay, oké. Okay. Oh, dat zou het Shell Armor zijn bij Oshawott. Oké. Okay. Nou ja, als je geen Froakie wil gebruiken, dan kan je Oshawott gebruiken. Ghastly. De Oshawott, of de Rowlet is te hoog. Ja, dat dacht ik al met een Repeat Ball. Dat. Dat kan ook niet anders. Ghastly, oké. Okay. Is nog wel redelijk decent, Ghastly. Ja. Maar oké, okay, oké. Okay. Dat is mijn teampie. Tenminste, dat zijn mijn Pokémonen. Ja, je hebt nog aardig wat, dus je kan ook nog zeggen van ik wil het iedereen of. Ja, solide. Ja.
Zeer poging. Kijken. Nu krijg ik de water Pokémons. Een Sobble. Oeh. Potentie. Ja, surprise straight again. Oké, Sobble. Oké, nice. Neutral nature. Oké, dan moet ik alleen nog Knuckly. Knuckly. Ik zou graag een flying type of zoiets willen. Of een. Ja, een flying type zou jou heel erg helpen, ja. Ja, dat ik heb Charmander voor de gym. Of fire type? Maar, oh ja. Maar ja. Vampy? Oké. Ergens zat ik ook met mijn hoofd bij ground types. Maar ja, dat. Eens even aanzien. Nu ga ik een gym challenge doen. Die was de eerste keer leuk omdat die nieuw was. Maar nu weet ik dat ik het kut ga vinden. Gaat nu al gelijk. Oh ja, Corvisquire is wel. Oké, ja. Vampy wordt het. Yeah. Oké, nice. Nou, ik ben niet teleurgesteld in ieder geval. Nou, dat is fijn om te horen. Moeten we tegen de Mona vechten? Want anders doen we dat lekker de volgende aflevering. Ja, dat durf ik niet te zeggen. Want de ene keer is het wel zo en de andere keer niet. Ik zou voor Laten we dan gewoon de aflevering beëindigen. Ja, voor de zekerheid. Ik zal heel even kijken wat jij in je team stopt. Ja, ik... voor de kijkers. Ik stop Eevee en Vampy in mijn team. Oké. Nou, dan wil ik iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.